En die twee deuren die mogen open blijven? Ik heb daarachter toe gedaan. Ah, ja. Vooruit dan maar. Zo staat men daar. Nu moet ik lesgeven aan mijn eigen medeleerling. En aan hoogleraren, rectoren en dat soort volk. Ja, ik ben jaargang 1965. Dat zijn wij. Diploma Grieks-Latijns Humaniora. En sindsdien heb ik eigenlijk deze gebouwen nooit meer betreden. Of, ik overdrijf misschien, het is me één of twee keer gebeurd, heel lang geleden. Het wil me zelfs niet meer te binnen schieten bij welke gelegenheid juist. Oud-leerlingenbonden hebben me nooit aangetrokken. Alumni-verenigingen al even min. En in Gods naam bespaar me allerlei sterke verhalen over lang vervlogen heldenfeiten, wat dan synoniem is met stommiteiten, gepleegd binnen deze schoolmuren. Ik wil u meteen waarschuwen, mijn collegejaren, daar bewaar ik geen al te gelukkige herinneringen aan. Echt niet. Maar aan de andere kant komt het me niet toe, en is het ook niet mijn bedoeling, uw feest, of dit kleine onderdeeltje van dit grote feest, te bederven. Dan had ik maar nee moeten zeggen tegen de organisatoren en thuisblijven. Er zijn zoveel mooie dingen die je kunt doen om een lege zondagnamiddag te vullen, een goed boek lezen, spelen met de kleinkinderen en zo meer. Dus ik ga proberen tegen mijn diepste natuur in positief te zijn. Toch, ik wil niet al te zuur zijn, wil ik eerst het hebben over een paar kwade feiten. Lang niet alle kwade feiten, de anderen staan hier uitgestald achter mijn rug. En mijn anticlericalisme is genoeg bekend, maar passons. Eerst de kwade feiten, een paar kwade feiten en daarna een paar goede. En u zult begrijpen, het gaat hier over mijn eigen gevoeligheid. Waarom hebben wij toch zoveel slechte leraars Nederlands gekregen? Abominabele leraars Nederlands. In de zesde Latijnse, de vierde Latijnse was het dik in orde. Meneer Haven en meneer Vlasselaars. Maar die andere jaren. Eén had een obsessie met afkortingen. Een tweede had een obsessie met Felix Timmermans. En in afgeleide orde met Anton van Wilderode. Maar hij citeerde dan een vers. Zij hadden slechts grauwe kapoten aan. En dat moet je niet doen voor jongens van 16 jaar. En dan de volgende, die sprak een soort West-Vlaams, dat in onze ongeoefende oren klonk als het geruis van een gestoorde buitenlandse radiozender. En een vierde eiste dat we Vondel zouden adoreren. Nou, dat is te vroeg. Daarvoor heb je rijpere mensen nodig. Geen enkele leraar heeft ons Buissen of Elschot of Boon laten lezen en niets, geen gebinnendheid woord over Mullies of Hermans of Reven. Van Walschap één fragment om het tot de grond te slopen. Van Hugo Claus één gedicht, slooprijp, net zo goed. Mijn beste leraar Nederlands was een leerling. Ouder in jaren en daardoor meer ervaren, we kennen het lied. Die tussen twee trekken aan een geronde sigaret door de verwondering van Hugo Claus aanprees als het grootste meesterwerk van de Europese literatuur. Grootspraak van een puber natuurlijk. Maar intussen las je wel die roman, om niet achter te blijven bij de medeleerlingen. Ik dorste naar Nederlands literatuur, ik was niet alleen en we kregen ze niet. Wat hebben we dan gedaan? We hebben aan elkaar boeken doorgegeven. Hugo Claus, gedichten van Paul Snoek, Nieuwe Griffels Schone Leien, die prachtige baanbrekende bloemlezing van Paul Rodenko. En we, dat waren Ivo Carmen, later procureur hier ter stede, de veel te vroeg gestorven Wilfried Adams, die toen al zijn eerste gedichten schreef, die wij mateloos bewonderden, en naar het schijnt had hij al een relatie met Hugh Pernat. Ikzelf, anderen. We zetten een schoolkrantje op, Mediator heet het, en naar het schijnt heeft het ons overleefd tot na 2000, wat eigenlijk belachelijk lang is voor een schoolkrantje. Maar toch, het is onvergeeflijk dat in dit college het onderricht in de eigen taal zo belabberd was
dat wij, de leerlingen, het dan maar zelf in de hand hebben genomen. En nu de goede dingen. Het was anders gesteld met het Frans. Frans kregen we van gedreven leraren. De al vermelde meneer Haven, meneer Belfroy, die ik daarnet de hand mocht drukken, die ons zeer veel geleerd had, maar die wij tergden met dat genadeloze sadisme waar 14-jarige puistkoppen het geheim van bezitten. Meneer de Troyes en zijn conjugaison, meneer Parret, later hoogleraar linguistiek, die ons zoveel meer gaf dan Frans. Mij heeft hij bijvoorbeeld Ionesco en Kafka leren kennen. Monsieur de Ligne. Monsieur de Ligne, die ons uitschold in het fraaiste Brussels. Schorftrompet, riep hij. En ons vervolgens Baudelaire en Rimbaud intekende. En dan meneer Meilemans. Wie zal meneer Meilemans beschrijven? Ook meneer Meilemans was niet zomaar een leraar Frans. Hij droeg de overtuiging uit dat hij ons Europese beschaving moest bijbrengen. Wat iets anders is dan kon bijbrengen, want het was misschien onbegonnen werk. Dankzij meneer Meilemans kende ik de schilderij van William Turner een halve eeuw eer men er een film over heeft gemaakt, want dat is vorig jaar gebeurd. Meneer Meilemans las ons gedichten voor van García Lorca in perfect Spaans. Ze staan nog altijd op mijn harde schijf. La elipsa de un grito, vale monte amante enzovoorts. Meneer Meilemans, die kwam vanmiddag binnen en begon piano te spelen in de klas, een uur lang, liederen van Schubert. En de zanger was Karel Aerts, herinner u die nog? De grote baas van Radio 3, nu Clara. Alles met neergeslagen ogen zo. Hij durfde ons eigenlijk niet in de schaamteloze ogen kijken. En zonder commentaar. Pak het in je handen en doe ermee wat je wilt. Doe je er niks mee, ook goed. Doe je er iets mee, des te beter. Meneer Meilemans was het soort leraar dat men vandaag naar de burn-out jaagt. Niet systematiseerbaar, onprogrammeerbaar. Het hoge woord moet eruit. Ik vond meneer Meilemans toen al, en ik vind het nu nog steeds, geniaal. Wie nu denkt, ja maar vent, jij bent alleen geïnteresseerd in schone letteren, die vergist zich. Ik wil hier diep buigen voor meneer Kamerlix, de onvolprezen leraar geschiedenis. En aangezien men mij altijd overdrijving toedicht, zal ik overdrijven, de beste leraar geschiedenis van Europa. Meneer Kamerlix heeft me geleerd hoe de verlichting de Franse revolutie teweeg brengt en waarom 1789 echt een revolutie was, een omwenteling, een breuk, en hoe en waarom die kolossale emancipatiebeweging hopeloos stuk is gelopen. Hij heeft me geleerd wat nationalisme betekende, wat kolonialisme. Dat was in die tijd, 4, 5 jaar na de onafhankelijkheid van Congo, niet evident. Hoe Europa op het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, onomkeerbaar in de richting van de Eerste Wereldoorlog schoof. Telkens als ik vandaag een sneer hoor tegen de waarde van de verlichting, tegen wat men noemt het verlichtingsfundamentalisme, een onzin is dat, dan denk ik aan de lessen van meneer Kamerlix en ik ben hem dankbaar en ik zet een schrap. En ik gedenk ook de optimistische grijns van meneer Timmermans. Juist, van Palieter, die zijn examens corrigeerde op de achterkant van overlijdensberichten. Bij voorkeur met een brede, voor ons goed zichtbare zwarte rand. En die zei, je gaat huilen, zei hij. Meneer Timmermans kon er ook niets aan doen dat wij veel te weinig wiskunde kregen. Dat was nu eenmaal zo in de Grieks-Latijnse. Ik ben meneer Donville eeuwig dankbaar, omdat hij ons zonder erbarmen gedwongen heeft de Duitse verbuigingen en vervoegingen uit het hoofd te blokken. Als bij middag van zijn zu, nemen steeds statief hin zu, weet je wel. Ik gebruik die kennis nog elke dag. Anderen zullen hier misschien vanmiddag de lof zingen van de voortreffelijke leraar Engels die meneer Van Ermen was, maar ik merk dat de mij toegemeten tijd zo ongeveer op is. Nog eentje. Kom. Meneer de Kelver, Jan de Kelver, heeft ons
door middel van de bijna ondoordringbare teksten van Ilias en Odyssee niet alleen de Griekse spraakkunst bijgebracht. Meneer de Kelver heeft geprobeerd, misschien ook een Mission Impossible zoals die van meneer Meilemans, hij heeft geprobeerd de poëtica, de rilling van Homeros door ons lijf te laten lopen. En hij kon fantastisch Grieks voorlezen, dat we dan maar voor 10% begrepen, maar mooi was het. Daarom ben ik trouwens niet zo lang geleden naar zijn begrafenis gegaan, uit pure dankbaarheid. Niet veel goede herinneringen aan mijn collegetijd, behalve deze, de slechte passant. Maar ik heb er toch twee vrienden aan overgehouden. Vrienden voor het leven. Voor iemand die nooit naar een oud-leerlingenbond gaat, is dat niet slecht. De Karme en de Bertmans. Joop Bertmans heeft me destijds ongevraagd, zomaar, uit het niets, de invulformulieren toegestopt voor het journalistenexamen van de BRT. Hier is iets voor jou. Zijn gebaar was nonchalant, zoals vele van zijn gebaren, maar dat gebaar trof doel. Het heeft mijn leven veranderd. Een totaal andere wending gegeven dan die ik gepland had, maar dat is maar goed zo. Zo vaak zie je die twee vrienden niet. Eén keer per jaar, meestal afzonderlijk, hooguit twee keer. Nooit systematisch georganiseerd, want daar heb ik een hekel aan. Maar altijd opnieuw lijkt het alsof wij elkaar gisteren nog voor het laatst spraken. Door al die jaren heen, en het zijn er intussen dus al 50, halve eeuw, is de vriendschap fris gebleven, rijkhalzend, onvoorstelbaar. Als ik nou modieus taalgebruik zou hanteren, zou ik zeggen passioneel, maar dat doe ik niet. Een vriendschap die dat doorstaat en die nog niet versleten is, wel, ik vind dat heel wat voor een mensenleven. En daarom ben ik, ondanks al die ongelukkige jaren, dit college toch misschien een beetje dankbaar. Dank u.